Brothers and sisters. Vandaag is de nieuwe maan in Schorpioen en ik schreef mijn intenties op vanochtend. Wanneer ik mijn intenties opschrijf, dan geeft dat meer kracht. En die blaas ik vervolgens in een king toe. Dat zijn drie muntbladeren die ik offer aan Pachamama. Dat is onderdeel van het shamanisme van de Quero. De Peruviaanse shamanen, ook wel de Paco's genoemd. Ik werk daarvoor met mijn messa, mijn medicijnbundel. En die zit vol met medicijnstenen. Dit is mijn poort naar de andere dimensie. En dit soort dingen leer je ook allemaal van mij. En hoe je dus met de energie kunt werken met het Vind Jouw Spirit programma. Waarmee ik de shamania ontwaak met drie belangrijke Inca-inwijdingen. De Nusta Carpai, de Munaiki en de Quatacuna. Die jij uiteindelijk ook weer kunt gaan doorgeven als shamaan. Iedere lente vangt er een nieuwe ronde aan van het programma. Een beperkt aantal deelnemsters, alleen maar vrouwen. Nieuwe grootmoeder maan en schorpioen, mijn intenties. Vertrouwen op mijn eigen stem. Ja, wat betekent het nou vertrouwen op mijn eigen stem? Luisteren naar mijn eigen gevoel. Luisteren naar wat voor mij goed is. Naar wat ik nodig heb in mijn leven. Naar mijn onderbuikgevoel. Die aangeeft of iets wel of niet kloppend en passend is voor mij. Luisteren en gehoor geven aan de signalen van mijn lichaam. Dat is vermoeidheid. Maar dat is ook waarschuwingssignalen. Hey, dit voelt niet goed. Hey, ik ervaar stress. Hey, dit is buitennatuurlijk. En dat betekent dat het niet in lijn is met wie ik ben, met mijn ware natuur. En dat betekent dat ik me er dan van mag onttrekken. En dat is voor mijzelf een hele grote les, omdat ik altijd als heyoka, als hoogsensitieve, een tegengestelde clown heet dat, is de vertaling daarvan bij in onze westerse maatschappij. Heyoka is het woord bij de natives, de Native Amerikanen. Ik had de neiging om mee te gaan in andermans energie. Dus om te geven en om meer te geven en om meer te geven. Het samenwerken met mijn spirit en gidsen. Met mijn spirit betekent dat dit is waar ik van hou. Ze heet Mystic Rose, heet ze. Deze heb ik gekocht hier op de Ventura. Handgemaakt. Dik Celtic. I love it. Dat betekent dat hier wordt mijn spirit blij van. Maar vroeger was mijn leven heel anders. Vroeger was mijn leven... Oh, en ik ga naar verjaardagen. En ik ga naar feestjes. En ik ga uit. En ik ga van alles en nog wat doen. En ik ben bezig met dit project en dat project. Maar dat voel ik nu niet meer zo. Maar wanneer mijn spirit dus zegt, hey, je wil graag muziek maken, dan mag ik dat van mezelf doen. Dus dan mag ik naar luisteren. Alleen hiervoor luisterde ik daar nooit naar. Dan was het van, ja, oké, maar ik heb ook nog dit en dit en dit allemaal te doen. Misschien herken je dat ook wel. Ik heb nog heel veel te doen. Dus ja, voor muziek is er eigenlijk geen plek. Deze nieuwe maan in Schorpioen. Gaan we voor de tweelingzielen echt toe naar een nieuw hoofdstuk. Dus deze nieuwe maan in Schorpioen is echt gericht op wat speelt er in mijn emotionele wereld? Wat speelt er op het level van mijn spirit? Wat speelt er op het level van mijn energie? Hoe voel ik mij energetisch? Hoe zit ik in elkaar? Wat heb ik nou nodig? Schorpioen is een diepzeeduiker. Wordt ook wel van gezegd als sterrenbeeld. Nou, diepzeeduikers zijn degene die het heerlijk vinden om te vroeten in de emoties, in de onderwereld. Maar dat is ook het pad van de sjamaan. Het is ook de kracht van de sjamaan om je in die onderwereld te bevinden. Om je eigen onderwereld te leren kennen. De Ukupacha.
om die onderwereld te leren kennen. En dat is je buikgebied, je baarmoedergebied. En wat speelt daar aan emoties? Wat zit daar vast bij mij? Waar voel ik me nou niet lekker over? Hoe werkt eten op mijn buik? He, ik heb een hele lange tijd allemaal dingen gegeten wat gewoon totaal niet passend was. Gluten, noem maar op. Waardoor ik iedere keer echt eruit zag alsof ik zwanger was. Dat is helemaal niet normaal. Dus we mogen luisteren naar ons lichaam. Ons energetisch lichaam kan heel goed aangeven wat wel en niet goed is voor ons. Alleen bevinden we ons nog heel veel in allerlei prikkels om ons heen. Heel veel in de buitenwereld, heel veel impulsen. Waardoor het dus niet goed lukt voor ons om echt onze eigen stem te kunnen horen. En dat mag deze nieuwe maancyclus mag dat gaan veranderen. En je kunt op mijn YouTube kanaal verder ook andere video's vinden. En ook een tweelingzielenreading. En daaruit kwam ook naar voren van ja, we gaan echt die verbinding erkennen. We gaan die verbinding zien en we gaan die verbinding voelen. En dat is de verbinding met onze tweelingziel. En dat is niet alleen maar de verbinding tussen jou en je tweelingziel. Dat jouw tweelingziel die verbinding meer gaat zien met jou. Maar het is ook de verbinding tussen jou en jouw eigen tweelingziel. Die zich bevindt in jouw lichaam, jouw kern. Hè? Jouw zielsgeheugen, die zit in jouw Viracocha. En dat zielsgeheugen halen we met het Vind Jouw Spiritprogramma allemaal voor jou terug. Zodat je dus je kracht en je talenten als je maan weer gaat herinneren. En dat diep zeeduiken, dat leren kennen van ons onderbewustzijn, is dus heel erg nodig om de verbinding te openen met onze tweelingziel in onze buitenwereld. Want wanneer wij die emoties niet de ruimte geven, dan geven we onszelf ook niet de ruimte. Want die emoties die willen ook door ons heen stromen en die willen worden losgelaten. Misschien heb je wel ook vaak last van je onderbuik of van je onderrug. Dat heeft allemaal te maken met het vasthouden van die emoties. Dus met het waterelement van Schorpioen mogen we deze nieuwe maan echt naar een... We mogen gaan duiken. We mogen diepzee gaan duiken. En dat is dus het samenwerken met mijn spirit, met wat ik voel, met wat ik nodig heb. Het samenwerken met mijn gidsen, met de Witte Broederschap. De Witte Broederschap is de esoterische genootschap waar ik lid van ben. En die zich in de spiritwereld bevinden. Ik ben menselijk lid en zij bevinden zich in de spiritwereld om de mensheid te helpen ontwaken. Daar zijn bijvoorbeeld Marlijn, de magier, is daar onderdeel van. White Eagle van de Native Amerikanen uit Noord-Amerika. Yeshua, Jezus, is daar onderdeel van. De moeder van Jezus is daar onderdeel van. En daar mag ik me aan overgeven. Daar mag ik mee gaan samenwerken. En wanneer wij echt ons pad bewandelen, dan komen we ook in verbinding met onze tweelingziel. En terug op het pad van onze tweelingziel. En wanneer jij dus jouw eigen tweelingziel, jouw eigen ziel, als je tweeling even weghoudt, jouw eigen ziel erkent, dan gaat dat zich openen, zodat jouw tweelingziel ook jou gaat erkennen. We gaan nog eventjes wat verder op de handpan. Je kunt je ogen sluiten, zodat je de muziek goed tot je kunt laten komen en je kunt vragen om inzicht. Thank you.
favorites. Met Akuyo Yasin. Tezamen met het Vind Jouw Spirit-programma. Iedere lente vangt er ook weer een nieuwe ronde van het Medicijnwiljaarprogramma aan. En met dat programma open ik jouw kanaal als Death Walker. Dat betekent dat jij echt de onderwereld van mij leert te navigeren. Dus leert werken met overleden dierbaren, met overleden zielen van anderen. Als kanaal leert fungeren, boodschappen leert door te geven aan nabestaanden. Het is een opleiding tot Death Walker en dat is het pad van de shamaan, onderdeel van de shamaan. En daarnaast gaan we ook, ontvang je van mij ook baarmoederinwijdingen en zegeningen. Allemaal shamanistische reizen, leer je samenleven met de maanstanden. Dat zorgt ervoor dat je in harmonie raakt met jouw tweelingziel. En wat zich van binnen voltrekt bij jou, zal zich in jouw buitenwereld manifesteren. Wanneer de tijd daar klaar voor is. Okay. Meer informatie daarover en over iedere nieuwe ronde kun je vinden onder de video. Een hele fijne nieuwe maan, lieverd.